Hoi Maagd, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk de abonnementen. Ben je nog geen abonnee, klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Wil je een personal reading samen met een persoonlijke horoscoop? Dan kun je me altijd eventjes mailen. Lartistic6924@gmail.com. En dan gaan we nu beginnen met sterrenbeeld Maagd, zesde teken van de dierenriem. En lieve maagden, ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. En dat je geniet van het mooie weer. En misschien al een voorpret hebt voor je vakantie. Dat je leuke dingen gaat doen. En we staan natuurlijk net voor de vakanties en dat is altijd een fijne periode. Lekker weer. Ik vind het weer nu iets aangenamer dan het was. Niet meer zo verschrikkelijk warm. Je kunt de mensen iets doen. Oké, we gaan verder met sterrenbeeldram universum. Ik had graag de beste... Sterrenbeeldram. Sterrenbeeld maagd universum. Aardeteken maagd. Zesde teken van de dierenriem. Sterrenbeeld maagd. Wat mag ik doorgeven voor sterrenbeeld maagd? Wat is op dit moment belangrijk voor sterrenbeeld maagd? Maagd. Wat mag ik doorgeven voor sterrenbeeld maagd? Wat is belangrijk voor sterrenbeeld maagd? Oké, daar gaan we maagd, hè? Als je wat hoort, ik heb de waaier op de achtergrond. Die maakt een beetje een zoemend geluid. En misschien is dat wat je hoort. De gematigdheid omgekeerd. Kaart van boogschutter. Dan de 9 van cups. Waterenergie. En dan de 7 van cups omgekeerd. Waterenergie. En dan weer de vuurenergie. De 10 van staven. De koning van staven en de aas van bekersmaagd. Wauw. En de koning van bekersmaagd onder op het dek. Oké, best wel wat waterenergie zie ik hier en wat vuurenergie. Waterenergie is schorpioen, vissen, kreeft en vuurenergie ram, boogschutter en leeuw. De gematigdheid omgekeerd betekent dat er iets uit balans is. Misschien heb je met een boogschutter te maken die een beetje uit balans is. Maar de gematigdheid omgekeerd wil zeggen, dingen moeten weer in balans komen. En waar heeft dat mee te maken? Ja, aartsengel Gabriel hier, die probeert jou misschien wel wat dingen aan te bieden. Maar omgekeerd betekent het misschien dat je weinig tijd neemt voor jezelf, weinig rust neemt of hebt gedaan. Dingen zijn wat chaotisch, zijn rusteloos. We gaan even kijken waar dat mee te maken heeft. Ja, we hebben hier wel de 9 van kelken. Dus in principe eigenlijk iemand die zeer tevreden is. En dus alle kelken voeding aan zichzelf geeft. Het kan ook zijn dat je met iemand te maken hebt die dit doet. Maar als jij dat zelf bent, dan kan het zijn dat jij gezien hebt van ik moet wat doen aan mijn balans. Ik mag me meer richten op mijn eigen kelken. Op mijn gevoelens. Op hoe ik me voel bij dingen. Of iets me happy maakt. Dus gefocust zijn of worden op je eigen geluk. Op wat heb ik nodig? Wat is belangrijk voor mij? Misschien heb je een beetje jouw macht of dingen tijd, energie weggegeven aan dingen die jou uit balans brachten maar. En dat je nu denkt, nee, het wordt nu tijd dat ik mijn eigen cups vul. Dus gefocust zijn op je eigen cups. En dan de 7 van kelken. De 7 van kelken is eigenlijk een keuze gaan maken. Kijk, de 7 van kelken rechtop wil zeggen, ja, ik weet niet welke keuze ik moet maken. Ik kan het niet zo goed zien. Het kan overal wel wat in zitten. Een hoofd, een hoed. Een lauwerkrans, maar 7 van kelken betekent ook niet geen soulmate-energie, want soulmate-energie is 2 of cups.
geen 7. Dit is verwarring, confusion over welke kant je nou op moet gaan. Maar omgekeerd betekent dit dat dat voor jou steeds duidelijker gaat worden, maagd. Dat je steeds duidelijker, omdat je dus beter voor jezelf gaat zorgen, gaat kiezen voor jezelf, gaat kiezen wat jou happy maakt. Dus je geeft jezelf niet meer zo je kracht uit handen, je macht uit handen, maar gaat steeds meer kiezen voor je eigen geluk. En misschien zijn er ook wel dingen dat je denkt, dat wil ik niet meer. Ja, zoals dit, hè, de 10 van staven, dit is vuurenergie. 10 van staven is je lasten afleggen. Het was best pittig, zwaar om te gaan waar je nu bent. Je had weinig doorzicht, het was allemaal dragging on. En misschien ook wel in cirkeltjes ronddraaien op het hamsterwiel. Elke keer energie in iets steken en dan gaat dan weer net zoveel energie verloren. Of geld in iets steken en er gaat net zo hard weer geld uit. Het was best wel een zware last. En daar zie ik toch ook een verlichting in. Je gaat je lasten misschien afleggen. Je gaat je tijd anders indelen. Je gaat dingen dat je, waar je van denkt, ja, dit brengt me alleen maar last. Daar ga je een punt achter zetten. En dan hebben we de koning van staven, ramboogschutter, leeuwenergie. Dit kan jij zijn, maar het kan ook iemand waar je mee te maken hebt. De koning van staven is iemand, een go-getter, iemand die dingen voor elkaar krijgt. Een zelfstandig ondernemer, een entrepreneur. Dit is iemand die weet wat hij waard is, op de troon zetelt en actie onderneemt. Dus het kan zijn dat je in de maand juli, dat je denkt, ik ga actie ondernemen op datgene wat ik werkelijk wil. Ik heb mijn lasten afgelegd en ik ben klaar voor een nieuwe start. Maar ik ga het anders doen. Ik ga kijken van, waar word ik blij van? Wat dient mij? Het kan zijn dat je misschien voor jezelf gaat beginnen. Een zelfstandige ondernemer gaat worden. Of dat je nieuwe ideeën, nieuwe plannen gaat uitvoeren waar je helemaal blij van wordt. Misschien iets creatiefs. Hè? Vuurenergie kan ook zijn iets met snelheid of iets waar je passie ligt. Hè? Dus iets kunstzinnigs misschien. En dan, jawel, de aas van kelken. Nou, de aas van kelken is echt hier de hand van God die jou deze Big Cup of Love aanbiedt. En die zegt van, zelfliefde. Love yourself first, maagd. En het is ook waterenergie, hè? Het is tegenovergestelde van de maagd. De maagd is praktisch, nuchter, met 2 benen op de grond. Heel gedetailleerd. En dit is waterenergie. Dit is loslaten. Dit is kunst. Dit is een beetje meer chaos. Een beetje meer niet zo op tijd en uur en tijd. En het universum stimuleert jou deze Big Cup of Love. Het kan ook zijn dat er iemand in je leven komt, maakt of is misschien, die deze Big Cup of Love waard is. Misschien wil je de liefde aan iemand verkondigen of wil iemand jou de liefde verkondigen. Het heeft te maken met liefde, maar ook met self-love, wat ik al zei. Een nieuwe periode met self-love. Als ik dan onder op het dek kijk, ja, dan zie ik deze koning, de King of Cups. Die heeft deze beker al in de hand, die King of Cups. Als je ziet, hier zie je dat de King of Cups deze Cup of Love in de hand heeft. Dit is waterenergie, wat ik al zei, vissen, stier, vissen, schorpioen, kreeft energie. Dit is iemand die zijn gevoelens goed onder controle heeft. Iemand die empathisch is, gevoelig is. En als je een vrouw bent of een man, maakt niks uit. Het gaat om de energie. En ja, iemand wil jou waarschijnlijk een cup of love aanbieden, maagd. Of jij wil iemand een cup of love aanbieden, dat kan ook. Ja, als ik dan nog verder kijk, zie ik de self-assured businesswoman op de kop. En ik zie de aas van pentakels op de kop. En de high priestess op de kop. En de hermit op de kop.
De high priestess en de hermit is ook wat ik hier zie. Je bent natuurlijk aarde-energie. En dit is water-energie. Als die rechtop staan, dan heb je een zeer spiritueel koppel. De hermit, wat jij bent, is iemand die zijn eigen kompas volgt. Naar binnen keert, zijn eigen kompas volgt. En de high priestess is iemand die dicht bij de intuïtie blijft. Zij weet. Maar ik denk dat jij en ook iemand anders niet zo bij die intuïtie zitten op dit moment. Niet in alignment zijn met wat er eigenlijk moet gaan gebeuren. Maar desalniettemin, die big cup of love, die stemt mij vrolijk. Want het zou kunnen zijn dat je iemand een cup of love aanbiedt of iemand jou. Ja, de aas van pentakels en de negen van pentakels. Misschien ook met geld te maken. Want omgekeerd betekent de aas van pentakels ook een nieuwe start op financieel gebied. En dit is iemand die zelfstandig is, goed haar eigen boontjes kan doppen. Omgekeerd, samen is het ook de 10 of pentacles. Dat is welvaart, happy ever after. Dit is stabiliteit voor je kinderen, je kleinkinderen. En deze liggen nu omgekeerd. Het heeft misschien met werk te maken. Iemand heeft zich teruggetrokken van werk of wil geen energie in iets stoppen. En ja, dan moet een keuze gemaakt worden. Want ik zie hier ook de 2 van zwaarden op de kop. Ja, dat heeft puur met gevoel te maken, met intuïtie. Dus wat de kaarten jou willen zeggen is, volg je eigen gevoel en je intuïtie over wat je moet doen. Onderneem actie op hetgene waar je van denkt, ja, dat moet ik doen. Dat moet ik doen. En je hebt te maken met iemand die eigenlijk ook zijn intuïtie negeert. Dus je volgt allebei je intuïtie niet. Deze persoon volgt zijn intuïtie niet en jij volgt zijn intuïtie niet. En daarom zie ik dus die disbalans. Iets mag weer in balans komen. Het is wel zo, er is liefde tussen jullie, maagd. Alleen het is unspoken love. Er wordt niet veel gezegd. Maar Er is een nieuwe start. Er komt een nieuwe start in werk. Misschien heeft het met werk en liefde te maken. Dat jij iemand via je werk hebt ontmoet. Of dat je samenwerkt. Maar iemand wil op dit moment geen nieuw begin. Iemand wil op dit moment geen energie in iets stoppen. En dat heeft te maken met het feit dat er niet naar de intuïtie wordt geluisterd. Dus als je dat meer gaat doen, als je meer bij je gevoel komt, als je meer gaat luisteren naar je gevoel, waar je misschien nu de tijd voor gaat nemen in de vakantie, maar dan heb ik het idee dat je een zeer veelbelovende combinatie hebt, de Heremiet en de High Priestess, samen een powerkoppel op spiritueel gebied. Nou, dat was het, Maart. Bedankt en tot de volgende keer. Doei!